Het is iets over 10 uur 's ochtends als staatssecretaris Mona Keizer in IJsselstein aankomt. Daar gaat het bijna mis met handen schudden, maar de rest van de ochtend gaat het goed. Ze spreekt onder andere met de lokale groenteboer, bloemist en eigenares van de kinderkledingwinkel. Ik stel het heel erg op prijs dat ze zijn geweest. Ik vond het een heel prettig bezoek. Het is heel fijn om te weten dat er interesse is in de kleine ondernemers. Het was echt een steunbetuiging. Ze voelden het echt. Het kabinet heeft verschillende maatregelen genomen om ondernemers te steunen. Zo mogen belastingen later worden betaald en betaalt de overheid 90% van de loonkosten. Maar de zorgen blijven groot. Voor heel veel ondernemers zijn dit hele spannende tijden. Ze maken zich zorgen over hun voortbestaan. Dat is ook de reden waarom ik op pad ben gegaan vanmorgen om het gesprek met ze aan te gaan. Ze te vertellen waar ze steun kunnen krijgen. En samen met de brancheorganisaties nadenken over hoe zorg ik dat ik nou toch omzet houd. Bijvoorbeeld door online de spullen te gaan verkopen. Leonie heeft expres geen webshop, maar probeert nu ook maar via Facebook extra kleding te verkopen. Volgens Leonie is iedereen in haar sector ongerust. Veel daarvan moeten ook nog hun leveranciers betalen, zien de klant die ze teruglopen. En zien vooral ook dat veel collega's al beginnen te stunten met de prijzen en paniekmarketing aan het doen zijn. In de tussentijd hoopt Leonie dat het niet tot een totale lockdown komt. Maar als het wel zover is, moet ze een beetje geluk hebben om overeind te blijven. Nou ja, dat ligt er dus aan. Wat gaat je klant doen in de tussentijd? Gaan ze online shoppen? Is die mogelijkheid er nog om online te shoppen? Zijn die magazijnen nog wel open van de grote retailers? Kunnen de busjes nog wel rijden? Kijk, als dat allemaal ook niet meer kan, dan ligt gewoon de hele inkoop stil. En dan mag ik hopen tegen de tijd dat we open gaan dat het prachtig weer is en dat iedereen naar de winkels rent. En super zomerse sets gaat uitzoeken.